Passie is passie. Vandaag heb ik een gesprek, 1 uur lang, een gesprek over een koe. Een koe? Jawel, een Oostenrijkse koe, namelijk Bella de Koe. Christine Kalen vertelt 1 uur lang vol passie over haar podcast gericht naar kinderen tussen 4 en 8 jaar, genaamd Bella de Koe. Geniet van Christine. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snauwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Ik zou eigenlijk eens moeten luisteren naar een van mijn eerste afleveringen om te kijken hoeveel prutswerk te horen is eigenlijk. Want nu denk ik dat je het niet meer kan horen. Nu denk ik dat ik weet hoe ik het prutswerk fatsoenlijk moet doen. Maar de eerste keren, kunnen we dat je dat gemerkt hebt, maar mijn eerste verhaaltjes hebben ook helemaal geen muziek of geen geluiden of niks. Want ik wist totaal niet hoe je dat moest doen, dus ja, ik heb gewoon mijn verhaaltje eronder. Ja, mijn verhaaltje gewoon zo opgenomen en af en toe zo cut en paste, maar ik denk dat je dat zelfs kan horen. En dan nadien zei iemand tegen mij, maar je hebt daar helemaal geen geluiden in en geen muziek in en zo. En toen dacht ik van, ja, hoe zou dat werken? Dus ik heb dat allemaal opgezocht en dan heb ik er eerst geluiden in toegevoegd. En toen had ik er ook muziek bij, maar toen dacht ik, dan ga ik last hebben met Sabam en zo. Dus. En ik wist ook helemaal niet hoe dat je muziek daar moest bijzetten. Als copyright-free music is, ja, is het geen probleem. Nee, maar nu, hè, heb ik ondertussen mijn Sabam en zo. Maar ik wist helemaal ook niet dat je dat technisch moest doen om daar die muziek bij te zetten. Dus toen dacht ik, ja, ik speel piano. Ik ga dan maar gewoon mijn pianostukjes erbij doen. En voilà, van het een is het ander gekomen. Maar bij mij, ik heb het ook zo gedaan. Hè. Ik heb dus ook letterlijk, ik ben begonnen met een YouTube-kanaal. Ik had gewoon één camera, dus een fotocamera van mijn echtgenote genomen. Ja. En ik ben gewoon begonnen, omdat ik voelde dat creatief ei uit mij diende te komen. Ik had geen micro. En die eerste video's staan al online en die trekken letterlijk op niks. Ja. Maar, en dan letterlijk, het editeren, ik wist zelfs niet eens dat een titel moest toevoegen. Ik heb lange tijd, bijvoorbeeld met de podcast dan, wat een uitloop ervan is, wist ik zelfs niet eens dat ik ruis moest verwijderen van een bepaalde podcast. En er is één podcast die het supergoed doet over narcisme. En daar staat letterlijk in, Nelly Dikeje met ruis. En ik denk zelfs 6 maanden daarna heb ik contact hoe dat ik die ruis moest verwijderen. En ik heb hem opnieuw opgeladen. Maar ja, doordat iedereen die in eerste vond, heb ik die gewoon laten staan. En ja, oké, de enige die er commentaar op gegeven is, was een jurylid van de Belgian Podcast Award, 1 jaar geleden. Prolidiaar. En die zei van, het goede host, maar die audio-kwaliteit trekt op de ballen. En ik denk, ja, dat klopt, dat is die ene. Met maar aan de andere kant, het publiek zelf, nobody cares. Ja, zolang dat de content wel goed is, hè. Ja, maar bij mij beginnen de mensen allemaal met het eerste verhaaltje en werken zo een weg naar boven. En dat is eigenlijk wel jammer, want in het eerste verhaaltje vind ik niet per se het beste verhaaltje, want dat is zonder geluid, zonder muziek. En maar ja, maar had toch dat eerste nodig voor... Uiteindelijk, ik trek me dat ook helemaal niet aan, maar eigenlijk is het jammer dat ze niet zo gewoon... En dat is verschillend. Ik heb 3 versies. Hè. Ik heb een Nederlandse, een Franse en een Engelse versie. En het is heel grappig hoe in de Nederlandse versie iedereen bij het eerste begint en zo opklimt. En in de Franse en de Engelse versie is dat helemaal niet het geval. Daar zie je de bepaalde verhaaltjes die veel recentelijker zijn, die veel hogere cijfers hebben dan de eerste verhaaltjes bijvoorbeeld. Kiezen de mensen, denk ik, op basis van, ik weet niet, de titel of het zinnetje dat erbij staat of zo, ik weet het niet. Maar zijn dit dan alle 3 tegelijkertijd gelanceerd geweest? Zijn dit alle 3 tegelijkertijd begonnen met de 3 De talen? Engelse en de Nederlandse zijn op hetzelfde moment gelanceerd en de Franse heb ik 5 maanden later gedaan. Of zo. Ja. En dat was bewust voor 3 talen? Ik woon in Brussel. Ja, ja. Ik ben Nederlandstalig. Maar in Brussel, heel veel van mijn vrienden zijn Engelstalig of Franstalig. Ja. En ik heb ook een heel deel van mijn leven in het Engels doorgebracht. Dus ik dacht, professioneel en privé, dus ik dacht, waarom niet ook meteen in het Engels? En dat gaat in 1 moeite door, dacht ik. En in het Frans heb ik er dan nadien bij gedaan, dat mijn illustratrice is een Française. Ja. En ze zei, waarom doe je het ook niet in het Frans? Dus ik heb het ook vertaald naar het Frans. En zij kijkt het dan na, zodanig dat het Frans echt helemaal in orde is. Ja. Dus, Bij mij is het ook in het... Ik ben begonnen in het Engels. Ja. Het is nog altijd in het Engels. Maar daarnaast is er, zijn er ook Nederlandstalige afleveringen, zoals deze nu. Dus ja, het is... Een mix. Het is een mix. Maar het was eigenlijk de intentie om het allemaal in het Engels te doen. Omdat een heel deel van mijn professioneel leven in het Engels is. Ja. Maar ja, goed. Het is ook een veel grotere markt natuurlijk ook. Ja. Tegelijkertijd... Of speelde dat niet mee in jouw beslissing?
Ja, zeker. Omdat het is een heel speciale mix dat ik breng. En ik dacht, ja, er zit er geen enkele Vlaming op te wachten. Maar ja, goed. Ik bedoel, dat bleek niet waar te zijn. En twee, het is ook wel een keer leuk om het in het Nederlands te doen, eerlijk gezegd. Omdat je per definitie wel een aantal mensen uitsluit. Ja. En daar is, dat, het is eigenlijk uit noodzaak ontstaan van, kijk, Peter, met alle beste wel van de wereld, maar dat Engels, dat gaat niet lukken voor mij. Ja, goed, bedoel. En ik wou wel die persoon op de podcast hebben. En goed, ja, het is dan, ja, waarschijnlijk ook jou. Het is je eigen ding, dus ik bepaal mijn eigen regels. Ja, en het groeit ook, hè. Bij jou waarschijnlijk ook. Ik weet niet of dat bij jou zit, maar in het begin, als je daarmee begint, dan heb je helemaal niet, of ik in elk geval, ik had helemaal geen roadmap naar waar ik met die podcast naartoe wou. Dus uiteindelijk evolueert het. Het doel was eigenlijk pure creativiteit, expressie van iets dat in mezelf zit. En ja, ik zeg dat heel regelmatig, hè, is dat ik zou de podcast ook doen als er niemand zou luisteren. Snap je? Het is natuurlijk super tof dat er mensen luisteren en iets eruit halen. En, allee, want in het begin is het honeymoon en dan kom je zo in een fase van om zo'n cadans te vinden, een soort productieproces, als ik dat mag zeggen, een manier dat je kan produceren. En ja, ik denk dat jij nummer 188 of zoiets bent. Allee, ja, ik weet het niet meer van buiten. Jij doet dat al een tijdje. Ik denk het even lang als jij. Dus ergens in 2020 begonnen. Ik ben begonnen van bijna 2 jaar. In januari, eind januari, 2 jaar geleden, is mijn eerste verhaaltje erop gekomen. Dus dat is januari 2021? Ja. Ah nee, bent langer bezig. Ik ben begonnen in januari 2020. Ja. De eerste podcast stond live in april 2020. Ja. Maar door die speciale periode heb ik in het begin heel veel remote gedaan. En dan heb ik, iedereen zat toch thuis, en heb ik er sport van gemaakt om dan zo heel veel mensen op te nemen. Dus ik had op een keer heel veel content. Ja. En heb ik zelfs in een bepaalde periode 2 podcasts per week gelanceerd. Maar dat is heel zwaar. Ja, dat geloof ik. Omdat ik vind het zwaarste niet creëren van de podcast, maar wel natuurlijk het editeren en vooral de social media en heel de rimram er rond. Dat vond ik toen wel. En die nieuwsbrief. Want, alleen, men komt dan nu naar je punt dat je daarnet ook zei, van ja, heb 500 volgers, maar zet die 500 volgers maar een keer in Instagram in jouw woonkamer en geef die maar eens eten. Dus je dient wel zieltje per zieltje per zieltje te winnen. En wat ik ook zie, en ik heb dat ook gehoord van andere mensen, is dat zowel volgers als luisteraars of kijkers, als je natuurlijk video hebt, dat werkt bij mij is het zelfs de helft video. Aha. Ja, dat is heel raar. Maar ik heb heel veel mensen die de YouTube aanzetten en die via video luisteren. Ja, er zijn mensen die gewoon graag ook misschien een beeld hebben. Bij mij is dat ook zo. Ik heb geen idee. Wie moet ik me dat voorstellen achter Tante Kiki? Ja, dat is waar. Bella de Koe. Nu, op Instagram kunnen ze een beetje zien wie Tante Kiki is. Hè, want ik zet er soms filmpjes op. Ik weet niet of je het al gezien hebt van mijn pianostukjes. Alhoewel, met mijn piano heb ik vaak... op mijn piano kan je het niet echt zien. Er zijn inderdaad niet echt veel foto's van mij. Omdat ik het ook niet over Tante Kiki wou hebben. Ik wou echt dat de podcast over Bella ging, over de koe. Ik weet het. Tegelijkertijd, ik wou het schrap dat je dat zegt, want kijk, mijn piano staat hier. Je staat hierachter. En, ik kreeg vanuit mensen zo, speel ik er een stukje gitaar. En ik denk, ja, maar dat heeft daar niks mee te maken. En dat is niet professioneel, whatever. En ik heb wel geleerd, hoe raar het ook klinkt, is dat klopt van Bella de Koe. Tegelijkertijd is het... mensen zijn wel op zoek, wie zit er daarachter? En dat menselijke, dat authentieke, als je die Instagram wil laten groeien, is dat wel belangrijk, dat je jezelf laat zien. En ja, dat je een interactie had met je community, en je dat dan doet via piano of whatever... Ja, ik vind het niet verkeerd, en begin ik dat ook niet, maar ik vind het niet verkeerd om een stuk van jezelf te tonen, eerlijk gezegd. Nu, wat ik me vooral afvraag, Christine, is van, je begint dan, want dat is iets wat ik vind dat heel veel mensen, ik wil het nu niet man-vrouw, maar mee zitten, vooraleer dat ze iets in de wereld zetten, in een podcast of een video... is dat er is een deel van de bevolking die geplaagd wordt door perfectionisme, waarbij dat ze eigenlijk niet, een,
het niet durven in de wereld zetten. Want ik weet niet hoe dat bij jou was, maar die een allereerste in de wereld zetten, zo die knop drukken, en dat je weet van, nu komt het voor gans de wereld, en ik zet het op social media, dat was een heel speciaal en te gevoel, en dat was wel gespekt met angst, een deel. Ja, toch wel bij mij ook wel. En ja. Toch ook een beetje zo... Maar positief wel. Dat was wel een hele... Enfin, moet ik zeggen? Ik was wel een beetje zenuwachtig ook. Want ik had zoiets van, oei, stel dat de mensen me nu allemaal gaan uitlachen. Mijn kinderen gaan mij dan nooit meer... Ja. Gaan me dat heel erg kwalijk nemen. En dat... Enfin, ik overdrijf een beetje, maar... Het is wel zo, hè? Ja. Gaan de mensen zeggen, ja, maar je staat kwetsbaar, hè? Kwetsbaar, exact. Ja, je stelt je een beetje kwetsbaar op, hè. Want uiteindelijk... je weet niet wat de mensen daarvan gaan denken, uiteindelijk. Ja. Ja. Maar daar moet je je over zetten, vind ik, uiteindelijk. Anders doe je helemaal niks, hè. Als je niet... Maar bij jou was dat... Je hebt dat totaal geen last van gehad voor die... Want bij mij... Ik kreeg daar zoveel plezier van, eigenlijk, van die koe. Dat mijn kinderen op dat moment zeiden van... Mama, je bent echt geobsedeerd door die koe. En ja, ik had daar echt passie voor heel die wereld van die Bella, weet je. Dus dat ging veel verder dan gewoon die verhaaltjes en zo. En ik werd daar blij van ook. Ja, dat is. Daarom doet het. Ik werd daar blij van. En dat is iets wat dat ik... Dat mij denk ik ook de moed en de kracht geeft om voor te doen. Want uiteindelijk... Want dat is het, hè. Je moet wel een why hebben, een soort purpose, iets, een vuur dat brandt. Want als je het enkel doet voor de luistercijfers, dan ga je dat niet volgen. Je dient wel iets meer te hebben, iets dat hoger is, dat in jou zit, die naar buiten wil komen, om dat verder te zetten. Ja, absoluut. Ik denk, maar dat is bij alles zo, denk ik, hè. Ik denk dat als je geen passie hebt voor iets, denk ik dat dat veel moeilijker is om dat goed te doen ook. Denk je dat niet? Ja. Denk je dat dat in alle beroepen zo is? Dat je kunt wel goed zijn in iets, maar als je passie voor iets hebt, denk ik dat dat toch nog... Ja, tuurlijk. Mij mogen ze letterlijk elke dag bellen. En zo, dat is ook mijn mindset. En dat gebeurt ook soms. We hebben een optreden of we hebben een vervanger nodig voor de gitaar te spelen. Vanavond of zondagavond of zaterdagavond is iets zitten. Ja, er is altijd zo dat tikkeltje... passie, respect met van oei, ik ga op het randje van mijn comfortzone, of ik ga soms kom ik toe en ken ik die mensen totaal niet, ik heb nooit met hen gerepeteerd, en dien ik dat wel te doen, en ik vind dat wel die, ik weet niet, ik vind dat zorgt ervoor dat ik echt leef, als ik dat zo mag zeggen. En ik weet niet, misschien is het ook de leeftijd. Ik ben 47. Ik weet niet hoe jong dat jij bent. Ja, ik ben 52, dus ik ben ouder dan nu. Ja. Ik bedoel, en ik denk dat het ook daarmee te maken heeft, is dat ik ging dat waarschijnlijk niet gedurfd hebben op mijn 30ste. Terwijl nu is dat zo, ik weet niet, is dat... Ja, die passie zit daarin. Het is eigenlijk alsof dat ik gevonden heb van, this is my thing. Mm-hmm. En eigenlijk wat dat iemand daarvan vindt, laat u koud. Ja, en ik denk dat dat wel een verschil is, dat denk ik waarschijnlijk op mijn 35, dat ik dat veel meer omgaf om die opinie van een ander. Ja, ik denk dat ook. Hè. Op 50 of 47 maakt dan niet echt veel verschil. Denk ik dat je veel minder aantrekt van wat de andere mensen denken en dat je ook wilt doen wat dat je graag doet. Ja. Dus je zegt van, ik heb mijn hele leven misschien al een job gedaan die ik misschien graag of misschien niet graag deed. Of ik deed mijn job heel graag. Maar, bon... Het moment is dan gekomen om te doen wat je graag doet, ook vind ik. Ja. Mag ik dat zeggen, dat Bella de Koe jouw zingeving heeft? Ja, toch wel eigenlijk, ja. Ja, toch wel. Ja. En ik denk, ik heb ook, raar genoeg, ik heb een aantal volwassenen ook die daarnaar luisteren. Oudere mensen, denk ik. En misschien dat die zo'n beetje teruggegooid worden in hun kindertijd. Mm-hmm. En ik heb dat soms ook wel, we gingen toen wij klein waren, graag op vakantie in de bergen. En ja, dat waren hele fijne vakanties. En ik denk dat ik daar zo mooie herinneringen heb aan overgehouden. Bij mijn ouders, dat was ook heel dankbaar voor. Dat waren hele mooie vakanties. En ja, ik denk dat zo, dat geluk van die vakanties toen, ik denk dat zo een beetje blijven hangen is. En ik ga heel graag naar de bergen. Ja, en zo de klokken van het geluid van de koebellen en zo. Ik vind dat een heel mooi geluid. Veel mensen vinden dat waarschijnlijk een heel irritant geluid, maar ik hoor dat echt heel graag. En... Hoe is dat dan eigenlijk, dat idee, hoe moet ik dat gaan zeggen? Ja, ik snap wat ik bedoel. Maar wacht.
was er eerst Bella de Koe als concept. Ja. En had je zoiets van, ik ga een kindreeks en ik ga nee. een, en dan daarna is een podcastvorm? Nee. Of is het van, ik wil een podcast maken, maar ik weet nog niet welk idee? Nee, het was geen van beide eigenlijk. Toen mijn kinderen heel klein waren, kregen ze altijd voor het slapen gaan een boekje of twee boekjes, drie boekjes. En dat was altijd een heel... En zij lagen dan in bed, ik las de boekjes voor en dat was een heel speciaal moment. Ik vond dat heel erg fijn, de kinderen vonden dat heel erg fijn. En dan nadien speelde ik een beetje piano en naar bed gaan bij ons thuis was voor de kinderen nooit geen probleem. Dat was altijd een zalig moment. En op een dag waren we op vakantie in Oberkorkel. En de kinderen waren nog klein en waren op skivakantie en ik was de boekjes thuis vergeten. En mijn jongste zoon die wou per se een boekje hebben. En ik zei van, ja, dat zal niet gaan. Ik heb de boekjes niet bij. We zitten hier in het uitsprekend Oostenrijk. Ik ga hier geen Nederlandstalig boekje vinden, hè, voor kinderen. Maar hij liet niet los. Hij wou zijn verhaaltje hebben. Dus heb ik dan maar een verhaaltje uitgevonden. En we zaten in de bergen, dus het werd een koe. En omdat ik graag zing, ik zing heel graag, werd het een zingende koe. En voilà, het eerste verhaaltje dat ik effectief verteld heb aan mijn kinderen was de zangwedstrijd. Dus ook het eerste verhaaltje op, in mijn serie. En de volgende dag, herinner ik mij, heb ik een verhaaltje verteld van een berggeit. En dat sloeg helemaal niet aan. En dus de dag nadien zeiden mijn kinderen van, ja mama, we willen niet die geit, we willen terug die koe. En toen we terug thuis kwamen, wilden mijn kinderen nog altijd verhaaltjes van Bella de Koe. Dus ik denk dat ik voor een jaar of zo verhaaltjes verteld heb. En dan was dat zo van, oké, wat doet Bella vandaag? En dan zeiden de kinderen iets van, Bella doet dit of Bella doet dat. En dan moest ik snel zo'n verhaaltje uitvinden, voilà. En dus jaren later was ik aan het babysitten voor de kinderen van mijn zus, die een stuk jonger zijn. En een hele week ook weer, tante Kiki, vertelt je een verhaaltje. En dus terug verhaaltjes van Bella de Koe. En op het einde van de week zegt mijn nichtje tegen mij, maar tante Kiki zegt ze mij, je hebt nu geen job, waarom maak je geen boekjes van Bella de Koe? En toen ik thuis kwam aan de keukentafel, zei ik tegen mijn kinderen, dus al tieners, van ja... Je nichtje heeft voorgesteld dat ik boekjes maak van Bella de Koe. En ik verwachtte eigenlijk een reactie van tieners, zo van, oh nee, zeg mama, dat toch niet. Dat is zo uncool. Ja, ja, en van die verhaaltjes die je voor ons vertelde. Ja. En ik was heel erg verbaasd, maar die reageerde daar zo op van, ah ja, weet je nog, dat verhaaltje en dat verhaaltje. En ik had zoiets van, ja, dat is toch al heel lang geleden. En die herinneren zich nog een paar van die verhaaltjes. Ik dacht, dan moet dat misschien toch zo slecht niet geweest zijn. En dus ja, ik ben begonnen met ze op te schrijven. En toen, ik heb een aantal uitgeverijen gecontacteerd voor een boekje. Maar dat is helemaal niet aangeslaan. En ik weet niet, misschien dat ik dat niet op de juiste manier gedaan heb, of weet ik veel wat. En toen dacht ik, waarom wachten tot er een uitgeverij dit leuk vindt? Ik dacht, ik ga gewoon een podcast beginnen. En omdat maar, ik nog aan een podcast luisterde. Oh, ik luisterde toen al een beetje naar podcasts. En ik vond dat wel een leuk medium. En ik dacht, er bestaat nog niet heel veel voor kinderpodcast. Nee, nee. Dus waarom niet? En ik dacht, voilà, dan zijn ze meteen beschikbaar voor de mensen die het leuk vinden. En dus voilà, zo ben ik dan bij de podcast terechtgekomen. Maar qua marketingstrategie is het wel subliem, hè? Stel je voor, want dat zat heel de tijd in mijn hoofd van, allez, waarom schreef je daar geen boek over? Maar je hebt dan de podcast en dan, ja, bedoel, als je vandaag iets wil verdienen aan een boek, is het misschien beter. Ik kreeg hier een of van Sarah Pieters, die heeft dat zelf uitgegeven. Ja. Dus, in eigen begeer, ja, omdat ja, dat... Allee, fijn, dat is dan weer een ander businessmodel, maar de uitgever is ook een beetje zichzelf aan het heruitvinden, zou ik maar zeggen, als businessmodel. Mm-hmm. Hè? Zeker met de audioboeken en dan ja, de digitale en boeken. En die bestaan nog niet zo voor kinderen. Enfin, het bestaat wel natuurlijk, hè, maar... Ja, bij Storytel, ja. Bijvoorbeeld, ja. En dus, ja, maar ik ken eigenlijk maar één podcast, Nederlands taal of Vlaams, voor kinderen, eerlijk gezegd. Van die verhalen, ik ken eigenlijk geen andere. Het is ook niet... Het is ook er zijn niet er een paar Holland, of enfin, Nederlandse, ja? Maar in het Vlaams dan, of enfin, in Vlaanderen zijn er heel weinig. Mm. Ja, om niet te zeggen geen. Jawel, ik dacht het ook niet. En daarom, dat die van jou, kwam die op mijn... Netflix. Ja. Ja, en ik weet het niet, ja. Ik... En wat vond je er zo leuk aan? Want toen je mij dat berichtje stuurde van, ah, ik vind jouw podcast top, ik had zoiets van, waarom wel, vindt hij het niet zo leuk? Het voelt dat waarschijnlijk een beetje aan mijn vraag, wat ik stel, is dat... ik ben overtuigd dat alles energie is. En dat... Ik kijk naar marketingstrategieën, kan ik je heel toegankelijk vertellen, is dat... Of in communicatie to court,
80% van de communicatie is non-verbaal. Mm-hmm. Dus dat wil zeggen, in elke post, maar ook elk gesproken woord, is eigenlijk 20% het gesproken woord. Mm-hmm. En al de rest is non-verbaal. En dat verhaal dat je nu vertelt van jouw kinderen, wel, die sfeer, die hoor ik daarin terug. En die doet mij terugkatapulteren, ook naar mijn kindertijd, mm-hmm. die mij doet denken aan, en dat is waarschijnlijk ook, en heeft dat zeker ook mee te maken, dat er natuurlijk een 5-jarig jongetje in mijn leven is. Mm-hmm. En ben je wel bezig met die leefwereld, die magische wereld waar, hoe zal ik het zeggen? En ik ga u wel een beetje op het randje misschien, maar hij is nu 5 jaar en tot zijn 8 jaar gelooft hij letterlijk alles wat wij hem wijsmaken. En ja. Hij, er was iemand die dan langs zei, ja, dat zijn regenboogkinderen. En de scholen, de onderwijs, maakt van die regenboogkinderen eigenlijk allemaal grijze robotjes. Mm-hmm. En het is meer dan de scholen. Mm-hmm. En ja, ik weet niet, ik vind die fantasie, die magie, het feit dat alles daar kan, dat herken ik natuurlijk ook in mijn zoon. En ik zelf vind het heel belangrijk om zelf ook die verhaaltjes voor te lezen. Want ik was eigenlijk net toen hij toekwam met hem bezig met dat verhaaltje. En soms gebeurt het dat ik zijn boekjes niet vind, of dat ik dat ding begin bij te fantaseren. Of dat ik hem erbij betrek en al. En dan had hij dat in mee. En het is uiteindelijk gaat dat niet om dat verhaaltje, maar wel om die connectie. Omdat ja, ik weet voilà. Dat binnen hier en 10 jaar... Hopelijk heeft hij hem niet ingeschreven in Temptation Island, maar zal hij waarschijnlijk zoiets hebben van papa, gitaar spelen, dat is wel niet cool, hè? En papa, ik wil wel niet gekust worden of een knuffel krijgen op de speelplaats. Hè? Dus, of papa, jij bent oud. Hè? Dat ik wel besef dat de tijd snel gaat en dat dat in het hier en nu. En dus wat ik eigenlijk wil zeggen, om een heel lange antwoord, is dat eigenlijk jouw intentie, heel die podcast van jou, is doorspekt met passie en met die, ja, het doet me heel hard denken aan het is ook jouw stem en jouw klankkleur, mm-hmm. die me doet terugdenken aan de BRT van vroeger, aan bepaalde van die verhalen daar. En ja, het is die intentie, die passie dat je voelt. Je voelt dat dat iemand is die dat met passie doet. En niet zo van, ja, ik wil hier scoren of zo, zie je? En ja, ik weet niet, en ik vind dat gewoon heel mooi. En dus, ik weet niet of daar iets mee bent, maar dat is, je voelt die onderliggende laag. Je voelt dat. En ja, ik weet niet, ik herken dat van dingen te doen in passie en ik vind dat gewoon heel aantrekkelijk. Hm. Dus whatever de subject dan ook is. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk, en ik weet niet, het is, ik word er eigenlijk blij en gelukkig van als ik het hoor. Ja, dat hoor ik nog van mensen eigenlijk. En het aantal volwassenen die daar naar luisteren ook, die zeggen ook dat ze daar heel blij van worden en dat ze dat ook heel rustgevend vinden. Ja. Ja, ik heb mensen die daar naar luisteren als ze zo een beetje gestresseerd zijn voor een examen en zo, die daar dan naar luisteren. Maar eigenlijk, dus, ik kan er misschien nog een keer wat verder, nu inspireer je me. Eigenlijk, jouw podcast, die is eigenlijk een vorm van meditatie, omdat je een hele meditatieve stem, en ik vind dat positief trouwens, stem hebt. En dus raak je wel in een bepaalde soort vorm van trance. Het is een soort begeleide meditatie, alleen over Bella de Koe, snap je? Ja, ja, ja. Maar een begeleide meditatie werkt ook zo, hè? Dat is een stem die rustig is, en die je meeneemt, en die je helpt visualiseren. En ik denk dat dat ook daardoor komt, eerlijk gezegd. Omdat je nu eenmaal een stem hebt die gewoon plakt op audio. Het is die klankkleur, het is die accent. Hmm. Die mij aanspreekt, ja. Ja, dat is leuk. Maar ik denk ook echt, wanneer ik die podcast aan het vertellen ben, denk ik ook echt zo aan mijn kinderen of andere kinderen die aan het slapen zijn. Dus misschien dat daarom ook, ik weet niet of dat mijn stem daardoor anders is of zo, maar als ik dat vertel, die verhaaltjes, dan denk ik ook echt aan kinderen. Ja, maar dat hoor je. Dat is echt die kinderliefde, dat zo maar noemen. Ja, toch wel. Ja, en dat is. Ja, en dat doorspringt eruit. En ik vind dat zelf een heel belangrijk. Je speelt zelf muziek. Ja. Ik bedoel,
jij weet ook wel dat je aan iemand kan horen hoe hij of zij voelt, terwijl dat hij aan het spelen is. Je kan aan iemand horen als hij of zij heel technisch aan het spelen is. Ja, ja, absoluut. Of dat hij heel passioneel aan het spelen is. Ja. Hoe, is hij de goede bui? Is die echt connecteerd met dat instrument? En is die echt in het hier en nu? Of is die, of hij of zij eerder noten aan het spelen, omdat je hoort van, ja, het is juist gespeeld. Alleen ontbreekt er zo'n bepaalde... De ziel een beetje. Ja, ziel. Ja. Dat is het woord. Zie je? En dus het is, eigenlijk is dat hetzelfde. Ja, inderdaad. En dat je natuurlijk dan in een soort flow zit, dat stroomt uiteindelijk automatisch. En ja, en het is, voor mij is het dat die het verkoopt. Of pakt. Het enige is, het is wel moeilijk natuurlijk, mijn doelgroep zijn kleine kinderen. Hè? 4 tot 8, 4 tot 9, of 4 tot 10, maakt niet uit. Maar die kinderen hebben zelf hopelijk nog geen telefoon. Die weten hopelijk zelfs nog niet wat dat een podcast is. Dus je moet eigenlijk ouders vinden die podcast luisteren of die weten wat een podcast is. En die dan ook, in plaats van hun kinderen voor een schermpje te zetten, even een podcast aanzetten. Dat is niet zo evident, denk ik. Ja, natuurlijk. Mijn zoon die noemt de podcast de poppenkast. Die kent dat natuurlijk, dat concept. Ja. Dus hij weet dat. Dat klopt. Tegelijkertijd, Christine, als ik kijk naar de penetratiecijfers van Nederland en Denemarken, die lichtjaren voorstaan, maar ook trouwens Wallonië, die staan heel erg voor tegenover Vlaanderen. Ja, Vlaanderen is echt... Ik geloof dat 18% is van de 12-jarigen plus, of is het 18-jarigen plus, die minstens één keer per maand een podcast beluistert. Mm-hmm. Als je dat vergelijkt met Amerika, dat is 73%. In Nederland is dat ook boven de 50%. In Denemarken is dat ook boven de 60-70%. Ja, ja. Dus dat, voor mij is dat alleen, it will come. Maar dat is Een beetje meer tijd nodig. Ja. Nu, ik was ook plus, verbaasd, het gaat ook niet weg, hè. Terwijl, als je een post doet op Instagram, dat is weg door het algoritme. Mm-hmm. Een podcast, er is geen algoritme. Nee, dat is waar. Ja. Je bent geabonneerd. En dus dat wil zeggen dat ik ben geabonneerd op Bella de Koe. Dus die keer als er een nieuwe komt, zet hij die netjes in het rijtje. Mm-hmm. Ik kan alleen beslissen, ga ik luisteren of niet. Mm-hmm. En natuurlijk te gast zijn op andere podcasts. Ja, dank je. Dat helpt natuurlijk ook om dat te verspreiden. Hè? Absoluut, absoluut. En dat is het eigenlijk. Dat is, dat is het ook het uitdaging met een podcast, is dat je meer... werk dient te steken om het te verkopen en een reach-out te hebben. Zeker in het begin, want dat is het allermoeilijkste. Mm-hmm. En na een verloop van tijd begint dat zich om te keren. Begint dat zo, zich te verspreiden via de derde, vierde graads connecties, zoals dat heet. Via de Law of Six Degrees, die ken je wel, hè? Die ken ik niet. Dat wil denk ik zeggen dat je eigenlijk iedereen in de wereld, dat 6 degrees, 6 graden, dat connecties van jou, verwijderd is. Aha. Ja, dus jij bijvoorbeeld met, ik weet het niet, de minister van Australië, noem maar iets, 6 personen zitten er een maximum tussen. Mm-hmm. Dus, en dat werkt exponentieel, hè. Ja, tuurlijk. Ja. En zo werkt het eigenlijk. Ja, en het is ook een traaggroeiend... Een traaggroeiend medium ook, denk ik, hè, podcast. Een traaggroeiend medium? Ja. Wat bedoel je? Denk ik. Dat niet zoiets is zoals... TikTok bijvoorbeeld. Ja. Ja, als ik nu de Belgian podcast vergelijk, dit jaar als verleden jaar, voor mij is dat echt exponentiële groei. Als ik zie hoeveel podcasts erbij gekomen zijn, maar ook hoe de massamedia, de mainstream media, erop gesprongen is... Mm-hmm. Ja, dan is dat toch wel... Allee, want de uitdaging voor dat soort bedrijven is dat ze daar geen geld kunnen mee verdienen. Je kunt daar een beetje reclame voor steken, maar als je daar te veel reclame voor steekt... Ja, dan is dat ook niet meer. Snap je? En dus die andere manieren te vinden om dat te kunnen monetizen, zoals dat dan heet. Terwijl dat SC wel kan, hè. Ik vind wel dat enorm, dat er een enorme toevloed is. En dat het dan, hoe moet ik het gaan zeggen, dat het... kan niet zijn dat het mainstream is, dat is het zeker nog niet. En plus, als je ook kijkt, is dat de
De meerderheid van de mensen die luisteren naar de podcast, die doet dat voor entertainment. Bijvoorbeeld, ik daarentegen doe dat altijd voor persoonlijke groei. Mm-hmm. Dus ik ga bijvoorbeeld niet naar van die true crimes of van die verhalen luisteren. Ja, ik ook niet. Ja. Zie je? Ja, ik gebruik het vooral om kennis op te doen, maar dat is nog altijd de minderheid van de mensen die dat doet. Zie je? Ah ja. Ja, ik doe het graag voor geschiedkundige dingen bijvoorbeeld. Luister ik graag naar podcast ook. En voor actualiteit ook. Ah ja. 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 Ziet, maar dat is... Maar voor ouders die kinderen hebben tussen 5 en 8, volgens mij zijn die zo druk bezig ook, dat die s'avonds nog... Ik zie trouwens op maandag en dinsdag heb ik veel lagere luistercijfers bijvoorbeeld dan in het weekend, of op een woensdag, of op een vrijdag. Dat is normaal, dat is logisch, hè? Op een maandag, je komt thuis van een drukke baan. Ik denk, het laatste waaraan je denkt is dan, ik ga mijn kind nog even naar een podcast laten luisteren. Maar ik denk niet dat dat de grootste uitdaging is. Ik denk, dat is nu het persoonlijke ervaring. Mm-hmm. Ik was zo enthousiast over de podcast, dus steeds wat ik deed was, Jules, ik heb een podcast, één naar thuis, naar Bella de Koe. Papa, ik wil dat liedje horen van... Pokémon. Dus ik heb daar nu geen zin in. Dus dat is... Ja, dat is, je moet de kinderen ook meekrijgen. Ja, dus je dient dat ook nog een keer daar. Ja. Dus dat is zoiets die... Ja, weet je wat dat werkt, hè? Ja, absoluut. En dat is ook hoestjes. En ja, ze hebben dan een Boomba en een Kaatje tralalaatje fase. Ja. En dan, zoveel tijd erna is dat weg. En is dat dan een andere fase? Ja. En dat is misschien... Ik denk dat... Je grootste uitdaging is dat er gewoon heel veel verstrooiing is, mm-hmm. die zo'n kind kan... Maar ik weet natuurlijk niet hoe het positioneert. Het zou kunnen zijn fantastische verhaaltjes voor het slapen gaan, maar dat had ik niet zo geassocieerd. Van mij was het gewoon een podcast voor kinderen. Dus, maar voor mij is het ook helemaal niet enkel voor het slapen gaan. Hè? Want ik denk dat het ook heel fijn is om te luisteren, bijvoorbeeld als je op reis bent in de auto en je staat zo in een heel lange file. En wat gaat je, ik hoor van veel mensen, of van veel mensen, van een aantal mensen die kinderen hebben, die ernaar geluisterd hebben, dat ze dat op zo'n heel lange trip naar het zuiden, de ene na de andere hebben geluisterd om de tijd voorbij te doen gaan. En ja, je kunt het... Oh ja, het is zeker niet bedoeld enkel voor het slapen gaan. Ja. Nee, absoluut niet. Ja. Maar zo is het wel ontstaan. Ja. En heb je voor jezelf dan een bepaalde ambitie? Heb je voor jezelf zoiets gezet van als ik maar zoveel luisteraars heb, dan stop ik ermee? Of? Nee, ik stop ermee als ik geen inspiratie meer heb. Mm-hmm. Of als ik er geen plezier meer aan heb. Mm-hmm. Dan stop ik. En heb je daar... En ik heb daar geen cijfers op geplakt, want ik denk dat dat echt puur een gevoel gaat zijn. Van, als ik voel van, het brengt mij geen plezier niet meer, of ik heb geen inspiratie niet meer, ja, dan stop ik er gewoon mee. En heb je het dan... Dat is wekelijks dat je het uitbrengt? Nee. Dat is 1 keer per maand. 1 keer per maand, oké. Okay. Ja, want het is redelijk veel werk eigenlijk, hè, want ik moet eerst de verhaaltjes uitvinden natuurlijk. En dan de verhaaltjes vertalen en dan ze opnemen en dan ook nog altijd een stukje piano erbij en zo. Dus het is echt wel veel werk. En lees je scriptje, schrijf je dat uit en lees je het dan voor? Ja, toch wel. Ja. Ja, maar ik hou me niet strikt aan de tekst. In het Frans wel, omdat ik dan ook zoiets heb van ik wil geen fouten maken. Nu, mijn Frans is heel goed, maar ik ben niet moedertaal Frans, dus... daar ben ik minder spontaan. Maar in het Nederlands schrijf ik het uit, inderdaad. Maar ik volg het wel niet à la lettre. Nee. Ja. Ja, want je... En heb je er nog veel editeerwerk aan? Of is dat echt een one-shot? Want het klinkt nee, wel... Nee, het is geen one-shot. Want het klinkt zo. Het klinkt echt zo tussen haakjes perfect dat je denkt, wauw. Nee, het is geen aasje, geen uitje, geen niks. Nee, het niks. Is geen one-shot. Het is alles behalve een one-shot, eigenlijk. In mijn eerste versies wist ik niet hoe dat ik moest Editeren. Ja, dus daar denk ik dat je, als je goed luistert, gaat je daar wel horen, denk ik, waar ik geplakt heb. Dus dat zijn zo grote stukken toch wel. Later, met de tijd, ben ik daar een beetje handiger in geworden en werden het kortere stukjes en... En nu, soms is het 1 versie totaal, als ik echt zo in de flow ben, het kan het gebeuren dat ik dat... Dus ik heb eigenlijk niet echt een manier van werken. Het is eigenlijk echt op die dag, als ik het lukt om in 1 keer te doen, dan doe ik het in 1 keer. En soms is het echt plakken. En dan soms moet die muziek, valt die niet juist, of die geluiden vallen niet juist. En dan moet ik beginnen
beginnen sukkelen eigenlijk. Weet je, dan moet ik zo beginnen met die dingen te verzetten en dan gaat dat volume niet meer mee en dan, ja. En dan is er veel knip- en plakwerk aan, ja. Hmm. En hoeveel afleveringen heb je nu? 23, denk ik. Ja. Ja, ik heb er nog een paar in de pipeline. Maar het is niet dat je er zo, dat je een dag neemt en dat je zegt, ik ga er nu 3 na elkaar opnemen. Nee. En 3 na elkaar, dat zou ik niet kunnen. Nee. Het is qua inspiratie en creativiteit. Ja, nee. Nee, toch niet. Nee. En de ambitie, heb je daar voor jezelf zoiets van gezet? Van, ik heb de, hoe moet dat zeggen? Ja, ik wil natuurlijk groeien. Ja. Heb jij zo'n cijfer in gedachten van, als ik dit cijfer haal, dan zie ik het als een succes, of dan stop ik ermee, of dan... Heb jij zo'n cijfer voor jou? Ik ook niet. Voor mij is dat... Hoe moet ik dat gaan zeggen? Alle topics, zodat ik privé, professioneel vastzit, vragen over heb, die me interesseren, want ik ben heel nieuwsgierig. Die, ja, daar zoek ik mensen voor, of die mensen komen op mijn pad. Hè. En dat zijn er echt veel. Want ik zou eigenlijk voor 2 jaar al verder kunnen, als ik geen enkele gast meer aannem. Zoveel mensen heb ik op mijn lijst staan, denk ik, dien. Dus ik vraag, heb je zin om te komen? En dat duurt dat soms een jaar later, omdat er gewoon, ja, hoe moet ik dat zeggen? Soms hakt er een keer iemand af, omdat er een kindje ziek is. Of hij moet dan weer opnieuw ingeplant worden, maar dat gebeurt dan niet. Komt er iemand anders weer langs. Dus dat is, ja... maar nee, eigenlijk niet. Maar het is zelfs als jij. Zolang dat mijn hart roert... Dan blijf ik gewoon verder gaan. Ik let wel op dat het niet een moeten wordt. Dat is wel een belangrijke. Dus ik zorg wel dat het vooraf geprogrammeerd is. Ja. Zodanig dat ik door bijvoorbeeld vakantieperiodes, dat ik dan echt kan zeggen, kijk, nu kan ik een maand niks doen. Ja, dat doe ik ook. En de boel loopt gewoon verder. Mm-hmm. Dat ik dan bewust kan... Ja, ik kan niet zijn gast terugnemen. Of in de zomer bijvoorbeeld heb ik gewoon veel meer optredens. Mm-hmm. Ja, en voor dat dan te combineren is dat wel iets moeilijker. Mm-hmm. Dus dat... Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk... nee. Want in alle transparantie, de opzet en hetgeen wat ik nu doe, is wel gewijzigd. Dus in de zin dat... Dat is wel begonnen als een sales podcast in het Engels. En dat is wel uitgemond in natuurlijk sales, B2B sales, ondernemerschap, start-ups. Maar er is al heel veel persoonlijke groei en zelfs dat stukje, die spiritualiteit, die zingeving bijgekomen. Mm-hmm. En in het begin liet ik iedereen babbelen, stelde ik een vraag, maar intussen neem ik ook deel aan de dialoog. En een deel omdat ik het niet kan laten. En een deel ook omdat dat ik daar heel positieve reactie op kreeg. Mm. Van, ik leer soms meer van jou dan van de gast, van hetgeen dat je vertelt. En ja, ik weet niet, ik vind dat... Ja, ik weet niet, dat is hoe jij het ook zegt, Bella de Koe. Dat is ook een vorm van een lied schrijven, een bepaalde vorm van creativiteit, van zelfexpressie. Ja, en ik vind wel, en je gaat dat waarschijnlijk ook aan merken, maar je wordt wel beter in dat soort zaken. Hoort beter tegen een micro babbelen, hoort beter in editeren, hoort beter. Dus het is alsof je in een soort stroom van creativiteit komt, met als gevolg dat je toegang krijgt tot nog meer creativiteit. Mm-hmm. Zolang dat niet moeten wordt, hè? Ja. Dus, maar ik ken niet zoiets als van, ik moet nu zoveel... Het is eigenlijk zelfs zo, hoe minder ik ermee bezig ben met subscribers, bijvoorbeeld... Mm-hmm. Want op YouTube kan je dat zien. Ja. Ja, op een keer zei ik zit bijna aan de 500. Ik dacht van, wauw, bedoel, oké, tof. Dus het is... En wat voor mij, en dat is wat het verschil denk ik met jou, is dat ik experimenteer wel met de content. Dus ik heb wel mijn gasten, maar zeker op YouTube zou ik elke keer durven zo... Ja, nog wat extra video's maken. Ik zou er ook durven gitaarstukken tussen steken. Gewoon omdat ik het leuk vind om te doen. En het raar ervan is dat die ook wel heel goed scoren. Het zijn er maar een paar, maar die gaan heel goed. Dus dat is zo...
ik weet niet wat dat komt, is omdat ik de juiste keywords heb gebruikt, is omdat dat, ik weet niet wat dat komt. Dus ja. Dus ja, nee, want hoe moet je dat gaan zeggen? Succes afmeten aan iets rationeels, ik weet niet. Voor mij voelt het... Ja, en wat is succes? Hè? Ja, wel, dat is... Eens dat je 10.000 mensen hebt, dan zeg je van, oké, 100.000 is een succes, en dan... Eens dat je dan aan die 100.000 gaat zitten, dan gaat je waarschijnlijk nog een hoger cijfer hebben. Dus wanneer ben je dan? Wanneer is het een succes uiteindelijk? Ja, wel, ik ga liever dat er 10 luisteren en dat er dan 10 zijn die er iets mee doen. Als ze dan dit luisteren en zeggen van, weet je, ik heb ook een zot idee, ik ga dat doen. In plaats van zich te laten tegenhouden door de krabbenman, zoals dat heet, de mensen in de omgeving zeggen, dat is een zot idee, mag dat niet doen en... Allee, dat gaat nooit slagen, wat ben je dan nu eigenlijk mee? En dat, ik weet niet, dat, als ik mensen een beetje een shot onder hun gat kan geven, dat ze, dat ze in gang schieten, of toch die eerste stap zetten, want uiteindelijk gaat het daarover. Mm-hmm. Ja, ik weet niet, dan, dat vind ik eigenlijk belangrijker dan dat er zo, ik heb 10.000 mensen. Ik ken hier een podcast, dat er effectief 10.000 mensen naartoe geluisterd hebben. Ja, tof, hè? Ja, cool, maar goed, En daarom, er zijn altijd manieren om te scoren. Als je echt wil scoren, neemt wat BV's en neemt wat van die bekendere koppen, dat scoort sowieso veel beter. Terwijl ik altijd, ik weet niet, misschien is dat mijn tegendraadse, rebelse kantje, denk zo, ik wil niet die met alle respect, platte kak hebben. Ik heb liever van iemand die wat dieper gaat en die zichzelf durft te tonen. Ja. En ook de struggles... Met het creatieproces bijvoorbeeld, wat nu van je podcast. Ja, voor mij is succes, denk ik, als ik een berichtje krijg, en dat gebeurt niet vaak, maar heel af en toe krijg ik zo'n berichtje van een mama, die zegt van, er springt er iemand een gat in de lucht, omdat er een nieuw verhaaltje is uitgekomen. Ja, en dan, voor mij is dat succes, weet je. Dan ben ik echt, mix my day gewoon, hè. Dan ben ik echt heel tevreden en heb ik zoiets van, ik heb er iemand blij gemaakt. Maar dat is toch fantastisch, die impact, kan je maken op een mensenleven. Ja. Dat is toch... onbetaalbaar. Dat is een kind die zit te lachen, die smelt van dat geluid. Nee, daar doe je het ook voor. Hè? Want voor, of dat je nu 10 luisteraars hebt of 10.000, ik denk dat ik mij niet anders zou voelen als ik 10 keer meer luisteraars zou hebben. Misschien als ik 100 keer meer luisteraars zou hebben. Misschien wel, ik weet het niet. Maar uiteindelijk, dat blijft relatief, zo'n cijfer. Maar en ik denk dat je altijd je lat hoger legt en wanneer gaat je dan content zijn? Ik weet het niet. Wel, het is vooral dat... ik denk dat ik heb wel zo geleefd. Het moet altijd meer en beter zijn om dan te constateren dat me dat niet gelukkiger maakt. Mm. Integendeel. Mm. Dus omdat ik dacht, mijn ego, van als ik dan naartoe streef, omdat ik denk dat, en dat ik denk van, als ik dat haal van succes, dan ga ik gelukkig zijn. Terwijl nu doe ik het omgekeerd. Nu denk ik van, ik ben gelukkig zoals dat is. Mm-hmm. Maar als gevolg dat je die dingen ook gaat aantrekken. Zie je? Dus het heeft alleen jaren geduurd, 40 jaar of zelfs meer, voor dat te beseffen. Hm. De wijsheid komt met de jaren. Ja. Soms ook niet. Niet bij alle mensen. Nee, maar en er is ook nog een side effect voor jou ook. Hè. Je hebt 2 tienerkinderen. Mm-hmm. Ik bedoel, kwestie van volg je hart. Ja, ik bedoel... Ja, dat is wel een schoon voorbeeld ook natuurlijk, hè? Ja, absoluut. Ja. Want, ik denk... Toch wel. Het feit ook dat je dat nu doet, en ze vertellen... volgens mij, ze hebben zelf deze verhaaltjes meegemaakt. Ik denk dat trots zacht uitgedrukt is, wat ze voelen voor je. Ja, ik denk het wel. Ze zeggen dat niet echt, hè, maar ik denk wel dat ze... ik denk wel dat ze stiekem toch wel een klein beetje trots zijn dat ik dat doe. Ja, toch wel. En moest een uitgever bellen... Ja. Zou je het dan doen? Ja, toch wel. Ja, toch wel. Ook voor mijn illustratrice. Ik maak hier die podcast alleen. Hè? Mm. Maar mijn tekeningen maak ik niet zelf. Dus die prachtige tekeningen die ik op mijn website heb staan en ook op mijn Instagram, die zijn gemaakt door een vriendin van mij. Eigenlijk de moeder van een vriend van mijn oudste zoon. Dus haar oudste zoon en mijn oudste zoon zijn vrienden. En zij maakt de tekeningen en die spendeert daar ook enorm veel tijd. En die doet dat ook met echt zoveel passie. En ik weet niet of je dat uit de tekeningen kunt zien, maar daar komt ook echt zoveel passie
bij te pas van haar kant. En ik denk dat zij het heel erg leuk zou vinden, vooral als er boekjes zouden komen. Want dan natuurlijk, in een podcast is eigenlijk het visuele in principe niet zichtbaar. Want je moet al gaan naar de website om de tekeningen te zien. Of je moet al Instagram hebben om... En niet iedereen heeft dat. Want ik zie een groot verschil tussen het aantal luisteraars en het aantal mensen dat ik heb op Instagram. Dus er zijn veel mensen die tekeningen niet zien. En daarom heb ik dan ook een website gemaakt. Omdat we zoiets hadden van, we hebben die mooie tekeningen. En misschien is het wel leuk voor kinderen om zo'n kapstokje te hebben. En zo een deel zelf uit te vinden in hun verbeelding. Maar ook een deel geholpen te worden met hoe dat ze die dingen kunnen, zich kunnen voorstellen. Mag ik daar eventjes op reageren? Mijn zoon, en die doet dat al intussen een jaar, anderhalf jaar... Die vanmorgen heeft het weer gedaan, is als hij gefascineerd is door iets, dan vraagt hij, papa, ik wil daar kleurenplaten van. Dat noemt zo. Dus als je googelt, hij noemt bijvoorbeeld kleurenplaat Bumba, dan krijg je letterlijk websites waar dat er tekeningen staan die niet ingekleurd zijn, dat je kan op klikken en je kunt dat afdrukken. Maar dat heb ik ook op mijn website. Ik heb ook voor ieder verhaaltje heb ik één kleur, één kleurplaat. Ja, en ik noem het ook inkleurplaten. Dus voor ieder verhaaltje is er eentje. Nu, we kunnen er meer bij opzetten, maar we dachten, we beginnen met één. Voilà, ik heb voor ieder verhaal ongeveer 5 tekeningen en 1 inkleurplaat. En die vinden de mensen dus ook terug op de website, omdat we dachten dat het misschien leuk is als kinderen, terwijl dat ze luisteren, dat ze kunnen tekenen. Ja, dat ze bezig zijn en kunnen tekenen en creatief bezig zijn. En terwijl toch luisteren, want voor een kind is het misschien ook moeilijk om gewoon zo te zitten. Ja, en niks te doen. Enfin, in de auto is dat misschien anders, of als ze in hun bed liggen. Maar als ze gewoon aan de keukentafel zitten en ze gaan naar een podcast luisteren. Ik weet niet, maar ik denk dat mijn kinderen vroeger dan graag ondertussen aan het kleuren zouden zijn. Dus voor ieder verhaaltje hebben we 1 inkleurplaat. Ja. En gebruik je ook e-mailmarketing? Kunnen mensen zij een e-mailadres achterlaten op de website? Nee, en ze kunnen ook geen berichten sturen naar mij. Dus ik krijg heel weinig feedback eigenlijk. En dat vind ik wel een beetje jammer. En alleen de mensen van Instagram natuurlijk, die een Instagram-account hebben, die sturen mij soms een berichtje van... mijn zoon is blij, of dank u voor het leuke verhaaltje, of weet ik veel. Maar eigenlijk, en dat mis ik wel een klein beetje om heel eerlijk te zijn, is zo die interactie met mijn luisteraars. Of maar, met de ouders van mijn luisteraars dan misschien. Ja. Maar dat zou je wel kunnen doen op het einde van... bedankt voor te luisteren. Met dan delen of zo bijvoorbeeld. Of van... wil je de volgende aflevering weten? Laat je e-mailadres achter op... Huppel de pup. En dan, ja, het is de huppelde pub die ik niet heb eigenlijk, want ja, ik heb geen contactinformatie op mijn website. Dat is misschien iets wat ik zou moeten veranderen. Ja, maar hoe hoeft dat ook, je kunt het ook apart doen, hè. Je hoeft dat daarvoor niet... Het is natuurlijk best dat je dat wel hebt, maar je kunt het ook apart doen, hè. Er bestaan er ook heel simpele programma's voor, waarbij dat je eigenlijk kunt dan zeggen, oké, dat zijn mijn Nederlandstalige abonnees, dat zijn mijn Franstalige, dat zijn mijn Engelstalige, en dat je 3 soorten manieren hebt... Nee, afhankelijk van de taal, en dat het dan de mail uitkomt. En dat helpt ook enorm. Ja. En dan ga je ook veel meer reactie krijgen. Ik kreeg daar letterlijk persoonlijke mails van, dat was, ik weet niet, tof, dat is heel tof, super dat het weer is. En als er dan niet is, dan krijg ik ook reacties van, het is er niet, of ik ken zo'n keer 2-3 weken geleden, in plaats van de dinsdag, de maandag released, de nieuwsbrief uitgestuurd. Ja. Maar het was eigenlijk de dinsdag, dus dat wil zeggen dat als je op de links klikte, dat er niks stond. Aha. Dus ik heb het dan nog heel snel gereleased. En dat wordt wel gelezen. Dus dat vind ik ook wel een heel goede manier om in contact te komen. Om in contact te komen, ja. En zou het misschien zelfs nog een Facebookgroep kunnen creëren? Ik heb een Facebookgroep ook. Een Facebookpagina van... Nee, een Facebookgroep, hè. De groep is wat je dus die mensen samenbrengt. Ja. Oké. En wat wil je dat je zegt van wat vind je leuk of zoiets in die stijl. Dan kan je die interactie ook wel. Pas op, al tof, alleen die er veel tijd in steekt. Ik heb in het begin een groep opgericht, maar ik heb er nooit niks mee gedaan. Want het vergt ook allemaal tijd, hè. Ja, absoluut. En eerlijk gezegd spendeer ik liever de tijd om kwalitatieve verhaaltjes te maken dan nog een op Facebook nog weet ik wat te doen. Ik weet het, maar het is wel nodig, hè? Want het ding verkoopt zichzelf ook weer niet, hè? Nee, maar toch een beetje. Ik heb de indruk dat er toch wel... Er moeten mama's zijn die tegen andere mama's of papa's zeggen van...
naar die podcast moet je luisteren, want ik zie dat de cijfers wel groeien. Dus het moet van ergens komen en ja. Ja. En binnen 10 jaar? Oei, dat is wel heel ver. Dat is wel heel ver. Dan vertel ik hopelijk aan mijn eigen kleinkinderen de Bella de Koe verhaaltjes. Hè? En zou je... Live dan. Live? Ja. Ah ja, als ik naar mijn eigen kleinkinderen... Ja. En heb je er nooit aan gedacht voordat ik zelfs een gewoon live concept van te maken, te koer? Wel, er is iemand die mij gecontacteerd heeft een paar weken geleden om te vragen of ik in de school van haar dochter of haar zoon, ik weet het niet meer, iets kan doen met Bella. Dus inderdaad, dat is een van de dingen die ik wel zou doen als mensen het mij vragen. En dus die mensen hebben mij gevraagd en het is nog niet georganiseerd, maar ze hebben het mij gevraagd en ik heb ja gezegd. Dus ja. Allee jong, ja, dat is ook dat een manier. Wel leuk. Ja, ja, absoluut. Ja, ja. Oh, dat is toch zalig. En wil je dat dan je eigen bedrijf van maken? En met eigen bedrijf bedoel ik dan echt iets wat je inkomsten wel kan uithalen om bijvoorbeeld, want dat is hetgeen wat ik wel wil, is om de dingen dat ik niet zo leuk vind, of liever me te focussen op dingen dat ik wel leuk vind, zoals mm-hmm. dit, mm-hmm. is om bijvoorbeeld het editeren of social media voor dat uit te besteden en dat aan iemand anders te geven. Ja, social media bijvoorbeeld is niet mijn ding. Ik had zelfs geen eigen Instagram-account en Facebook had ik ook nog niet zo heel lang. En dat is ook zo niet mijn ding om mijn leven zo op Facebook en Instagram te gooien. Dus dat was voor mij ook allemaal heel nieuw. Hè. Instagram, stories maken en zo. Ik had totaal geen idee hoe ik dat moest doen. Alle jonge mensen die naar dit luisteren gaan waarschijnlijk denken, oh my god. Maar ja, als ik dat zou kunnen uitbesteden, ik denk dat ik dat wel zou doen dan eigenlijk ook. Ja. Mm. Ja. Maar wat ik wel leuk vind daarentegen, is zo de filmpjes maken met bijvoorbeeld de piano die ik samen met mijn vriendin Adeline speel. Soms speel ik met haar en soms speel ik alleen. Dat vind ik wel heel leuk, bijvoorbeeld. En ook denken over de ideeën van hoe dat we de filmpjes zo in elkaar steken. Maar zo alles zelf knippen en plakken en zo, dat is... Niet tof, hè? Ja, dat is niet per se aan mij besteed. Nee, bij mij ja, ook niet. Ja, en dan die hashtags en zo. En, nee. Ja. Ja, bij mij komt er ook video bij en dan krijg je heel dat gedoe van... Je dient dan ook de kleuren en al en eerlijk, daar hou ik me niet mee bezig. Maar je bent wel goed geïnstalleerd hier, want ik moest lachen, want ik neem mijn podcast op in mijn keuken. Is dat? Ja, ik had een klein studiotje ingericht op de zolder. Hmm. En ik denk, na het tweede verhaaltje of zo, of tijdens het tweede verhaaltje, begon het te regenen. En dat waren dus onder het dak, die Velux-ramen. Je kon dat dus niet opnemen, gewoon. Want die regen op die Velux-ramen, dat maakte zoveel lawaai. En het regent redelijk veel in België. En dus heb ik eigenlijk mijn apparatuur gewoon in de keuken gezet. En als er niemand thuis is, dan neem ik op. Omdat je kinderen wonen natuurlijk nog bij je. Ja, mijn kinderen zijn al uit het huis, ja. Ah ja, oké. Okay. Ja. Ja, ik weet van Anouk Meijer, die is al 5 of 6 jaar bezig met podcasten. En haar eerste podcast voor jaren nam zij op in de kleerkast tussen matrassen om die echt om dat geluid echt te gaan dempen. Ja, wel, iemand heeft mij gezegd, waar ik mijn nieuwe micro gekocht heb, dat ik best eigenlijk onder een donsdeken, ja, dus een donsdeken bovenop mijn, bovenop mijn leg, zodat het... Niet meer katst, hè? Niet meer, ja, inderdaad. Want ik heb heel hoge plafonds bij mij, dus het weerkaatst misschien een klein beetje, maar ik heb zoiets van, dat zijn dan de bergen. als je daar zingt of praat, dan weerkaatst het misschien ook een beetje. Dus mij stoort het persoonlijk niet dat er een beetje zo die weerkaatsing is. Mij stort dat ook niet. Zolang dat, hoe zou ik zeggen, als te veel galm is, wordt het niet meer gedefinieerd en is het niet meer scherp qua klank natuurlijk. Maar, kwestie van, ik ben nu goed geëquipeerd, maar, wil je dan, social media, maar... Moest je kunnen het uitbesteden en gewoon focussen op het verhaal, de verhalen brengen, het creatieve? Is dat iets wat je van droomt? Daar heb ik eigenlijk nog niet aan gedacht, want ik maak helemaal geen cent met die podcast. Dus ik heb ook nog niet zo ver gedacht van als het een succes ooit zou zijn, in die mate dat ik er wel iets aan zou verdienen, wat ik dan zou uitbesteden of niet. Het hele podcast maken zelf
vind ik heel leuk. Zelfs allee, het knippen en plakken, uiteindelijk ben ik het nu zo gewoon. En, allee, ja. Ik doe het dan ook precies zoals ik het wil. Ja, ja, ja. En als je moet beginnen uitleggen van ik wil niet dit, ik wil niet dat, ik wil het zo, dus, en ik wil het zo. Ja, ik... En moest je opnieuw beginnen, wat zou je dan anders doen? Ik denk dat ik van het begin muziek erin zou zetten. En geluiden. Dus het eerste verhaaltje dat het niet heeft, vind ik eigenlijk wel een beetje jammer. Want ik heb al gedacht, zou ik het opnieuw opnemen en dan het eerste eraf gooien en vervangen door een ander. Maar ik heb gedacht dat ik het niet ga doen, dat ik het zo ga laten, omdat het eigenlijk wel ook misschien mooi is om die evolutie te zien. Ik vind dat als je charme heeft. Ja, ik denk dat kunt, ook. Je kunt Essie niet de eerste vervangen, nee, dacht ik. Ik dacht niet dat je dat echt kan. Je kan het eraf gooien, hè? Ja, dat wel, ja. Okay. Ja, en dan zet je gewoon het verhaal er terug op, maar dan staat het niet als eerste verhaal, maar uiteindelijk... Maar ik heb beslist van het niet te doen, omdat ik... Ik vind het ook fijn dat de mensen zien dat er een evolutie is en dat het beter wordt, weet je het wordt niet. En kinderen zijn er ook niet mee bezig, zo van, dat was slecht. Nee, nee, nee. Mm-mm. Ik denk dat er... Ik vind dat een bepaalde charme heeft. Dat groei, gewoon achteruit kijken en denken van... Dat was... Ja, inderdaad. Voilà. Dus no regrets. Ja. En wat ik ook wel heel speciaal vind, is dat ik heel veel luisteraars in Nederland heb. Want ik had gedacht, met mijn Vlaams accent... Maar bij mij is dat ook zo 10% in Nederland. En ik heb veel meer luisteraars in Nederland dan in België. Maar ja, dat is omdat Nederlanders over het algemeen, die vinden ons... Het goede doel zong dan in de jaren 80, hè. Dat ons taaltje zo zacht is. Ja, dat is waar. Ja, ja, absoluut. En gezellig. Dus dat denk ik dat er ook mee te maken heeft. Ja, ik heb al die hebben daar absoluut geen probleem mee. Nee, bij mij ook niet. Mm-hmm. Alleen dien ik ervoor te zorgen dat ik goed articuleer en niet vervallen in West-Vlaamse klanken. Ik weet het. Ik weet ook niet hoe dat komt. Terwijl dat misschien ligt België veel dichter bij Nederlands dan we wel denken. Ik weet het niet. Geen idee. Kinderen zijn kinderen. En zou je met hetgene dat je nu weet en de joy en de vreugde dat je het je geeft, mm-hmm. heb je dan zoiets van, ik wou eigenlijk dat ik dat 20 jaar geleden al deed? Nee. Eigenlijk niet. Nee, ik ben blij met de carrière die ik daarvoor gehad heb en de dingen die ik daar geleerd heb en die ik daar gedaan heb. Dus nee, eigenlijk niet. Ik ben blij. Ik ben blij met hoe dat het. Het is eigenlijk gekomen op het moment. Of het is vanzelf eigenlijk gekomen. Ik heb het niet zitten zoeken. Mm-hmm. Ik denk dat dat ook deel van het succes, als je het een succes mocht noemen, is dat ik er niet achter zit te zoeken heb. Weet je, ik heb niet zitten zoeken van, wat ga ik nu doen? Misschien dat ik een podcast ga maken, want podcasts zijn in. En waarover dan? Is even kijken wat er nog niet bestaat. Nee, zo is het helemaal niet gegroeid. Het is zo eigenlijk gewoon op mijn weg gekomen. En stap voor stap is het een bepaalde richting uitgegaan. En voilà, het is nu wat het is. En dat vind ik wel fijn eigenlijk. En het idee dat het verhaaltjes zijn die ik heel lang geleden aan mijn kinderen verteld, vind ik eigenlijk wel fijn. Dat het dus zo... De cirkel rondmaakt. Ja, absoluut. Ja. En ik kan me toch inbeelden als je dat idee komt in je binnen, zo op een keer in je hoofd, of in je lijf, dat er toch eens zoiets is van, Christine, een podcast over Bella de Koe. Dat er zo... Ja, absoluut. Ik was ook helemaal niet... vorig leven helemaal geen, hoe zeg je dat, technologisch of technisch onderlegd. Goed. Dus ik had zoiets van, waar begin ik eigenlijk aan? Ik weet niet eens. Normaal gezien, als ik een probleem had op mijn kantoor met mijn pc, dan belde ik dadelijk de IT-man. Ja. Kom even helpen. Dus, en dan natuurlijk, met die podcast was ik helemaal alleen om het allemaal zelf uit te zoeken. En dus ik ben eigenlijk wel fier dat ik dat kunnen doen heb, eigenlijk. Want ik die helemaal niet technisch aangelegd. Zit er nu een carrière in IT voor je? Wat lief? Zit er nu een carrière in IT voor je? Nee, eerder storyteller. Ik denk dat de IT heb ik erbij genomen, omdat het niet anders kan. Maar de verhaaltjes vertellen vind ik leuk. En de podcast voor mij is gewoon een manier om die verhaaltjes aan een groter publiek te brengen. En
En daarom vind ik het ook... Allee, mijn goal of mijn objectief zou zijn van zoveel mogelijk kinderen die Bella de Koe leuk vinden, gewoon. Mm. Ja. Maar zit er dan nergens zo in Bella de Koe, dat er zo... Oké, de geit mag het ook niet worden, maar... Een olifantje of iets. Ja, wel de dag dat... Of een spin-off of zo. Wel de dag dat ik met Bella de Koe klaar ben. Bella de Koe was in het begin alleen Bella. En dan nadien zijn er ook de Gust en de Greta en Josephine en Bertha bijgekomen. En zo. Dus het groeit allemaal wel een beetje. En de marmotjes en de berggeiten zijn allemaal... De wereld van Bella wordt elke keer een beetje groter. Maar op de dag dat ik geen inspiratie meer heb en ik stop, misschien dat ik op een andere dag dan wel weer wakker word en zeg van, ja, misschien dat ik graag een verhaaltje of van een olifant ga vertellen of van een heleboel, een hele zoo, weet ik veel. Maar... Is dat bij jezelf een eigenschap? Je hebt het daarnet heel mooi vermeld. Hè? Storyteller, dat is niet iedereen gegeven. Hè? De storyteller als skill... Ja, en toch denk ik dat het een heel belangrijke skill is. Want uiteindelijk, als je een hele andere functie hebt, weet ik veel wat, in sales of in marketing, dat is ook storytelling. Hè? Want je moet eigenlijk je verhaal zo kunnen overbrengen dat de mensen het willen kopen. Dat is ook, denk ik, storytelling. Of als je mensen moet overtuigen van iets, of dat is ook storytelling, denk ik. Ja, omdat storytelling spreekt naar het hart. En informatie geven spreekt naar het hoofd. Maar... Dat doet het niet. En storytelling is inderdaad... Ja, denk maar aan de Martin Luther King's, hè. Dat is storytelling, hè. Dat is een mens meenemen in een bepaalde verhaallijn. Mm-hmm. Is dat iets dat je van jezelf wist, dat in jou zat? Of is dat iets dat je ontdekt hebt door de podcast? Ik wist eigenlijk niet dat ik dat goed deed of graag deed of weet ik wat, maar... Enfin, in de context van de verhaaltjes voor het slapen gaan bij de kinderen wel. Als we dan zo boekjes aan het lezen waren, dat ik dan zo van alle dingen bijfantaseer. Want toen de kinderen nog niet konden lezen, kun je eigenlijk vertellen wat dat je wilt. Dan kun je voorlezen wat dat er niet staat ook. Hè. Ze kunnen nog niet lezen. Dus ja, daar heb ik wel beseft dat ik dat heel graag deed. En dat ik dat mij blij maakte en dat ik dat heel tof vond. Maar buiten die context niet, nee. Nee. Ja. Oké. Okay. Nu, Christine, ik wens jou eigenlijk heel veel passie, plezier. Bedankt om tot hier te komen. Jij bent bedankt om mij uit te nodigen. Hoe was het nu eigenlijk? Is dat nu je eerste podcast? Ja, mijn allereerste. Ja, en? Ja, absoluut. Ja, het was gezellig, vond ik, ja. Ja, het is niet te veel interviewachtig en zo moeilijke, rare vragen toestaan. Nee, het is geen jobinterview ook niet, hè. Het is iets anders, hè. Nee. Gelukkig maar. Nee. Ja, absoluut. Wel, ik, hartelijk bedankt. Ik vond het echt heel fijn dat ik mocht komen. En ook om een keer te horen wat jij van mijn podcast vindt. Want, ja. Ik herhaal het nogmaals mezelf. Ik vind het super. Voor de reden dat ik opgenoemd heb in daarnet. En ja, ik weet niet. Ik vind dat je... En ik wens je het zeker toe dat er heel veel kinderen zijn die Bella de Koe in hun fantasieën meenemen, die in hun dromen meenemen. En dat het eigenlijk heel groot wordt zelfs. Want ik ben echt van overtuigd dat je de juiste ingrediënten, passie en liefde, mijn leven is een speciale tijd, mag dat niet ontkennen. Hè? En liefst wensen kinderen toe dat ze zo lang mogelijk mogen onbezoedeld leven, vooraleer dat ze... Ja, en onbezorgd ook. En ja, onbezorgd is, dat wordt dat bedoel. Ja. Onbezoedeld, onbezorgd. Ja. En dat ze... Ja, en dat ze die... Ja, dat ze dat, net als jouw kinderen, heel goed beseffen dat creativiteit, maar vooral passie... En die fantasie, dat super belangrijk is en dat ze dat niet vergeten. Want laat ons wel eerlijk zijn, we worden dat wel afgeleerd. Ja, dat is waar. Ja, dus en het feit dat jij ook voor jezelf terugconnecteert met je innerlijk kind. Ja. Dus, want ik zie hier eigenlijk een dame zitten die hier eigenlijk al een uur en 6 minuten de hele tijd zit te glunderen van passie. Ja. Voor haar baby, al nieuwe baby. Over mijn koe.
over mijn koe. Ja, absoluut. Nee, maar dat maakt mij gewoon heel blij. Dus, voilà. En ik ben ervan overtuigd, en ik weet dat, als we binnen een x-aantal tijd elkaar nog een keer gaan spreken, al is het via Instagram, is dat de beste is yet to come. En ik denk dat die combinatie tussen die passion en die purpose, voor de kinderen die twee Engelse woorden te gebruiken, dat als je daaraan vasthoudt, zonder je bezig te houden met hoe dat hier succesvol komt of niet, dat er nog heel wat mooie opportuniteiten op je pad gaan komen. Dingen waar je niet eens van dat durven dromen dat zou kunnen werkelijkheid worden. Omdat, niets in de natuur, niets in het universum is lineair. Dat bestaat niet, lineair. Dat is enkel in de businesswereld dat men +10% of +20% wil groeien. En dus dat zo wat kabbelt en op een keer ga je met mensen in contact komen die, wat beter zo spin-offs of andere vormen. En omdat dat nu eenmaal doorspekt is van die passie. En in België en Vlaanderen is er niet zoveel voor kinderen die dat heeft. Meestal is er maar één doel, zorgen dat heel veel geld opbrengt. Veel geld binnenkomt, ja. En juist daarom wil ik eigenlijk een mooie verhaaltjes, kwalitatieve verhaaltjes. En als er daar iets moois uit komt, oké, zoveel te beter dan. Heel fijn, daar ga ik zeker geen nee op zeggen. Maar dat is niet het doel op zich. En misschien dat wel hetgene is wat dat het zo mooi maakt, eigenlijk. Kijk, super. Ja. Bedankt. Hartelijk bedankt. Dankjewel voor het luisteren of kijken. Weer een boeiende gast met een inspirerend verhaal. Laat zeker een review achter op checkpot.be of op iTunes. Abonneer je op YouTube of op Spotify of iTunes. En als je zelf een podcast wil maken, dan kan je genieten van de gratis workshop op psgrow.com/podcast. Dankjewel en een fantastische dag wens ik jou toe.